natuurlijk mij veel genoegen om onze Thijs Lanen te kunnen aankondigen. Kijk, jonge wetenschapper, Thijs gaat een verhaal vertellen over Nederland als Belg, maar hij is ook verbonden met de Universiteit van Tilburg, dus hij begrijpt ook iets van de Nederlandse maatschappij en heeft origineel onderzoek gedaan. Ik stel voor dat we hem 3 kwartier echt het woord geven en daarna discussie en vragen. Het woord is aan Thijs. Dankjewel, Alexander. Dank je ook voor de uitnodiging. Enorm tof om een keertje hier te komen spreken. Meestal spreek ik voor collega-wetenschappers en dat is een heel andere presentatie dan het publiek dat ik hier vandaag voor mij heb. Dus ik vind het eigenlijk heel tof om te mogen doen. Ik heb bewust ook gevraagd om een aantal plaatjes te kunnen tonen. Dan hoeven jullie voortdurend naar mij te kijken. Dan kunnen jullie ook even kijken naar wat beeldmateriaal. En het beeldmateriaal gaat ook nog relevanter worden dan dit. Maar dit is toch wel bewust gekozen. Niet alleen omdat ik in Nederland ben en ik werk in Tilburg. Dus dan weet niet of jullie de figuur kennen op de afbeelding. Het is de reus. Of ja, zo ken ik hem ook zelfs. De reus uit de Efteling. Een klein duimpje staat er hier. Die figuur is natuurlijk niet willekeurig gekozen. Het is eigenlijk gekozen omdat dat de kernboodschap goed weergeeft van wat ik vandaag wil vertellen. En die kernboodschap die is eigenlijk heel simpel samen te vatten. Namelijk dat enerzijds de politieke toekomst van de basisinkomen er helaas in de meeste Europese landen niet rooskleurig voor staat. Althans wat betreft de publieke opinie. Daar gaat mijn onderzoek over. En waarom ziet het er niet rooskleurig uit? Omdat het basisinkomen, of voorstanders van een basisinkomen, voor een aantal reuze uitdagingen staan. Vandaar de reus. Er zijn heel wat reuze uitdagingen die uit mijn onderzoek blijken, die elke voorstander van een basisinkomen best in overweging neemt en ook best tracht te bestrijden in de mate van het mogelijk. Nu, dat is het negatieve nieuws, het pessimistische nieuws. Het optimistische nieuws is dat de politieke toekomst in Nederland er misschien wel veel rooskleuriger uitziet dan in de meeste andere Europese landen. Ik ga jullie vandaag wel stelselmatig meenemen en uitleggen waarom dat dan het geval is. In alle duidelijkheid, mijn boodschap vandaag is niet een basisinkomen is, gaat er morgen zijn, publieke opinie is daar volledig voor gewonnen en dat is politiek een haalbaar project morgen. Maar het verhaal is dat in Nederland toch wel wat ruimte is voor optimisme op dat gebied. Het gaat duidelijk worden waarom dat is. Even voor de duidelijkheid, dat idee van die reuzen en die reuze politieke uitdagingen, dat idee van reuzen komt uit het boek van Guy Stein. Ik weet niet of sommigen van jullie dat gelezen hebben, maar hij zegt eigenlijk een heel aantal jaar geleden al dat hij zei, het basisinkomen moet er eigenlijk komen omdat over 8-9 uitdagingen, reuze uitdagingen staan in onze maatschappij. Het basisinkomen is er om die uitdagingen aan te gaan. In mijn boek, ik ga het zo dadelijk voorstellen, gaat het niet over de uitdagingen die een basisinkomen moet oplossen, maar gaat het over de uitdagingen die er nu tussen de invoering van een basisinkomen staan. Goed. Dus wie ben ik voor ik aan het verhaal begin nog heel kort eventjes. Ik ben inderdaad onderzoeker aan Tilburg Universiteit, waar ik onderzoek doe naar publieke opinie over sociale zekerheid. En daar is een basisinkomen ook inbegrepen. Daarnaast ben ik ook verbonden aan de KU Leuven in België. En daar doe ik ook onderzoek naar steun voor een basisinkomen. En daar ben ik heel specifiek verbonden aan het Basic Income in Belgium project. En dat is een project van een aantal verschillende Vlaamse universiteiten, waarin we willen maken wat nu het effect is van een basisinkomen op armoede, op inkomensongelijkheid, werkzaamheidsgraad enzovoort. Maar in dat project kijken we ook naar publieke steun voor een basisinkomen. Vandaag gaat mijn verhaal vooral gebaseerd zijn op de volgende 2 bronnen. Dus je hebt enerzijds aan de linkerkant een recent onderzoeksrapport dat ik met een aantal collega's uit Tilburg gepubliceerd heb. En dat gaat specifiek over de Nederlandse context. De titel zegt eigenlijk alles al, wie steunt welk type basisinkomen? We kijken echt naar publieke opinie over verschillende soorten basisinkomen in Nederland.
De rechtse afbeelding is de cover van mijn boek. En dat boek is eigenlijk een veel breder verhaal, dus dat gaat niet enkel over Nederland, het gaat veelal over, ja, laten we zeggen, westerse landen, Europa, Verenigde Staten, Canada enzovoort. En dat boek geeft eigenlijk een overzicht van wat we weten over publieke opinie, over hun basisinkomen. En met name ook over de implicaties daarvan dan voor de politieke haalbaarheid van hun basisinkomen. Wat ik vandaag kan vertellen, dat dus deels gebaseerd zijn op het onderzoeksrapport en deels op het boek. Met dan de specifieke focus op Nederland. Dat is een beetje het inhoudstafel van het boek. Dat is niet zo heel erg relevant. Wat relevant is, wat ik toch wel wil vermelden, is dat ik in mijn onderzoek telkens kijk naar de publieke opinie over wat ik noem het ideaal-typische beeld van een basisinkomen. En dat is de definitie die jullie allemaal kennen. Dat is het universeel, onvoorwaardelijk inkomen. Voor iedereen, geen middelen toets, geen werkvoorwaarden. Simpel. Dat is het idee van een basisinkomen. Maar ik kijk in mijn boek ook, of in mijn onderzoek, ook heel sterk naar verschillende soorten van basisinkomen. En dan gaat het erover, hoe hoog is dat basisinkomen? Hoe wordt dat gefinancierd? Dus al die zaken, dat misschien op het eerste zicht de lijst details lijken, maar die in de praktijk natuurlijk uitermate belangrijk zijn, maar daar ga ik ook naar wat dat betekent in de publieke opinie. Dat gaat zo duidelijk worden. Ik ga vandaag vooral focussen op het vijfde hoofdstuk, de conclusie, waarin ik inga op de implicaties van publieke opinie voor de politieke haalbaarheid van basisinkomen. Met de focus op Nederland vandaag. Ik denk dat dat hier wellicht het meest zal doen. Dit is een tabel die jullie niet kunnen lezen. Het is ook heel erg relevant. Wat ik hier gewoon maar mee wil aantonen is dat mijn onderzoek niet gebaseerd is op één peiling, maar eigenlijk een samenraapsel is van zowat alle peilingen waar ik weet van heb dat ze bestaan. Dus het is proberen om zo breed mogelijk overzicht te geven van hoe zit dat nu met die publieke opinie over een basisinkomen in, laten we het even zeggen, Europa. En we starten helemaal in 1989 en we gaan tot 2021. Dus we proberen ook een overzicht te geven doorheen de tijd. Die peilingen, die kan je wel onderverdelen in twee grote soorten peilingen. Dat lijkt misschien wat onderzoekstechnisch, maar dat wordt straks belangrijk. Dus normaal gezien, als ik voor wetenschappers zou spreken, dan spendeer ik hier een half uur aan onderscheid tussen die twee dingen. Nu ga ik het gewoon heel kort en simpel zeggen. En aan de ene kant heb je wat ik noem klassieke surveys, klassieke peilingen, waarin dat je aan een groep mensen één bepaald type basisinkomen voorstelt. En je vraagt hen dan, bent u nu voor of tegen de invoering van het basisinkomen? Zeer simpel. Een tweede is iets complexer, dat zijn zogenaamde survey-experimenten, of experimenten die we doen binnen peilingen. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar wat het belangrijkste is om te weten, is dat we daar eigenlijk verschillende soorten van basisinkomen voorleggen aan verschillende respondenten, aan verschillende mensen. Concreet voorbeeld, het is nu van de Basic Income in Belgium Survey, waarin we een basisinkomen voorstellen van verschillende hoogte. Sommige mensen, een groep mensen krijgt een basisinkomen van 500 euro, een andere groep krijgt eentje van 1000 euro, en een andere krijgt eentje van 1500 euro. Wel duidelijkheid, ze krijgen dat niet, ze krijgen dat gewoon te lezen. En dan wordt hen de vraag gesteld, in welke mate steunt u nu dit basisinkomen? En dat laat ons toe om op heel simpele wijze te gaan vergelijken of burgers nu vooral zo'n basisinkomen van 500 euro willen, of ze er liever eentje van 1000 of 1500 euro willen. Dat is een beetje het onderscheid tussen die twee. Goed, dat was het onderzoekstechnische. Nu gaan we terug naar de reuze uitdaging. Want ik wil ze vandaag met jullie graag één voor één overlopen. En ik ga telkens een beetje aangeven wat nu precies de uitdaging is. En dan een beetje ook aangeven in welke mate dit nu in Nederland een uitdaging is of niet. En we starten bij de eerste uitdaging. En die bestaat erin, want die gaat eigenlijk over de vraag, niet of een basisinkomen populair is, maar wel of het populairder is dan zijn concurrenten. En wat bedoel ik met concurrenten? Dat bedoel ik concreet mee, bijvoorbeeld middelen getoetste sociale bijstand. Is een basisinkomen, een universeel basisinkomen, is dat dan populairder dan de bijstand? Het kan ook gaan over, is een basisinkomen populairder dan
het idee van een basisbaan in plaats van een basisniveau. Dus het gaat er eigenlijk telkens over om te kijken, is nu dat inkomen, dat universeel en onvoorwaardelijk inkomen, is dat niet populairder dan een aantal van de concurrenten die er ook worden voorgesteld. En dan is het verhaal, als je het globaal bekijkt, niet zo erg optimistisch. Omdat wij eigenlijk heel vaak zien dat een basisinkomen in vele gevallen vrij populair is. 60-70% van de bevolking zegt, ja, dat moeten we doen, zo'n basisinkomen. Maar we zien tegelijkertijd dat die steun voor die concurrenten soms even hoog ligt of zelfs hoger. En dat is een probleem. Het kan een probleem zijn voor de politieke toekomst van een basisinkomen. Omdat je mogelijk niet het mandaat hebt dat dat is wat de burger ook effectief verkiest. En dat is wel belangrijk, een belangrijke boodschap dat je zou moeten kunnen meegeven aan beleidsmakers, dat het basisinkomen populairder is dan zijn tegenaan is. Goed, dit is een grafiekje waarin het een beetje duidelijk zou moeten worden. Wat je hier in het blauw ziet, is trouwens data, Europese data van de European Social Survey. Wat je in het blauw ziet, is telkens de steun voor de invoering van een universeel basisinkomen. Het oranje, dus het blokje ernaast, is de steun voor een volledig middelgetoetste welvaartsstaat. Dus concreet is er aan mensen gevraagd, wat zou je er nu van vinden als we nu alle sociale uitkeringen, als het enkel nog zou gaan aan mensen met een laag inkomen, en we niets meer zouden geven aan mensen met midden- en hoge inkomens. Dat is wat het compleet tegenovergestelde van wat een universeel basisinkomen is. En dan zien we dat in veel landen die steun eigenlijk vrij gelijkaardig is. In sommige landen is er zelfs meer steun voor die middelgetoetste welvaartsstaat. Bijvoorbeeld Italië is daar een voorbeeld van. En het goede nieuws voor jullie is dat je hier in de Nederlandse context, dus Nederland staat telkens vooraan, een heel duidelijk onderscheid ziet. In Nederland is dat universeel basisinkomen veel en veel populairder dan het idee van zo'n volledig middelgetoetste welvaartsstaat. Dus in Nederland ziet dat er wat rooskleurig uit op dat gebied. Dus als je kijkt naar dat kloof in Nederland, mijn interpretatie daarvan zou zijn naar deze afbeelding, namelijk die hele toeslagenaffaire en die participatiewet die in Nederland bijzonder streng is en waar wellicht de gemiddelde Nederlander intussen ook wel de mond of genoeg van heeft. Dus dat speelt denk ik mee dan. Dus ik moet wel toegeven dat die data van die peilingen, die dateren van voor de toeslagenaffaire bekend werd, maar natuurlijk dat maatschappelijk fenomeen speelde al. En dat Nederlanders zich daar wel al bewust van waren, nog voor de affaire naar boven kwam. Dus in Nederland ziet het er op dat gebied wel rooskleurig uit. Het lijkt dus inderdaad zo te zijn dat Nederlanders wel willen gaan voor universaliteit. Het lijkt wel populair te zijn in publieke opinie. Maar dan kom ik bij mijn tweede uitdaging. En die tweede uitdaging die bestaat erin dat we eigenlijk in best wel opinieonderzoek vinden dat er een soort, ja, de mensen wat wij gerechtig staan ten aanzien van de specifieke combinatie van volledige universaliteit, dus we geven het aan iedereen, en het idee van volledige onvoorwaardelijkheid. Dus je moet er ook helemaal niets voor terug. Dat lijkt voor veel burgers, waaronder ook de Nederlanders, wat moeilijker te accepteren. Ja, een voorbeeldje daarvan geven, het is helaas geen Nederlandse data, maar Belgische data. Dus we zien, wanneer wij eigenlijk zeggen dat een basisinkomen volledig onvoorwaardelijk is, dat de steun voor een volledig universeel basisinkomen laag ligt. Maar vanaf het moment dat je erbij zegt van oké, iedereen krijgt het op voorwaarde dat men een bepaalde participatievoorwaarde voldoet, geen participatievoorwaarden zoals dat ingeschreven staat in de participatiewet, maar veel breder dan dat. Bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, het richten van mantelzorg, het doen aan vrijwilligerswerk, dus dat soort participatie, dan zie je die steun voor universaliteit eigenlijk zeer sterk stijgen. In Nederland, interessant genoeg, ga ik zo duidelijk zeggen, in Nederland zie je dat iets minder. In Nederland is dat verschil tussen de steun voor een volledig universeel basisinkomen of een volledig onvoorwaardelijk basisinkomen en een participatieinkomen veel kleiner.
opnieuw zou je kunnen zeggen, dat betekent dan dat het universele en het onvoorwaardelijke basisinkomen positieve toekomst heeft in Nederland. Maar er is wel een kanttekening bij te plaatsen. En dat brengt mij bij uitdaging 3, en dan gaat het over politiek. Er wordt wel eens gezegd in de veel basisinkomenliteratuur dat het idee van een basisinkomen dat het eigenlijk links nog rechts is. En dat kan in intellectuele kringen inderdaad wel zo zijn, maar we zien in de publieke opinie heel sterk dat daar toch wel sterke politieke verschillen bestaan. Met name, we zien rechtse kiezers vaker tegen een basisinkomen zijn dan linkse kiezers. Dat vinden we eigenlijk in bijna elk land. Ook in Nederland. Dus zou je de vraag kunnen stellen, misschien wil wel enkel de linkse volk, ik weet niet of ik die term mag gebruiken, dat is misschien een verhaal, maar ik dacht, het is misschien de beste term. Het is misschien wel enkel wel die linkse volk zo'n basisinkomen. En dan kan je de vraag stellen, ja, maar is dat dan problematisch voor de politieke haalbaarheid van een basisinkomen? Mijn interpretatie of mijn visie daarop is, ja, dat is problematisch. Waarom is dat problematisch? Niet zozeer omwille van het feit dat je een basisinkomen zou kunnen invoeren, maar wil je daar ook een duurzaam basisinkomen van maken dat op termijn genereus blijft, dan heb je een brede coalitie nodig, waar ook partners uit het centrum en misschien zelfs mensen van politiek rechts ook overtuigd zijn van het idee. En dat brengt mij terug bij dat participatiegevoel. Dus ik zei daarnet, in Nederland is dat verschil tussen de steun voor een onvoorwaardelijk inkomen, wat je in blauw ziet, en het participatieinkomen, wat je in het oranje hier ziet, op het tweede blokje, is zeer klein. 39% gaat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, 41% en 42% voor een participatieinkomen. Maar dat algemene beeld maskeert wel belangrijke politieke verschillen. We zien met name dat de rechtse kiezers, denk vooral aan de VVD-kiezers hier, zij willen helemaal geen onvoorwaardelijk basisinkomen. Ze zijn misschien wel bereid om op te gaan voor een participatieinkomen. En we zien, opmerkelijk genoeg, zien we dat bijvoorbeeld ook bij de kiezers van GroenLinks. Het verschil is kleiner dan, maar ook die kiezers lijken iets meer te willen gaan voor een participatieinkomen. Dat is belangrijk, omdat ik denk dat met het oog op coalitievorming, als je al die politieke spelers mee wil krijgen in het verhaal, dan lijkt het participatieinkomen de meest geschikte kandidaat politiek. Ik ga daar straks nog op terugkomen waarom dat misschien, waarom het ook een slecht idee kan zijn. Maar met het oog op coalitievorming lijkt dat een van de kandidaten die het meest in aanmerking komt. En ik moest daar ook meteen denken dan aan de terminologie die ik van jou eens gehoord heb, Alexander, dat je zei, misschien moeten we het niet een basisinkomen noemen, maar een burgerbijslag. Een analogie van de kinderbijslag. En dan, als ik dan die term bekijk, dan denk ik meteen, het lijkt wel dat de Nederlander een burgerbijslag wil, zolang daar iets van burgerbijdrage tegenover staat. En dat is niet de strikte interpretatie van een burgerbijdrage, je moet werken, zoals we dat vandaag kennen. Maar dat gaat, lijkt in volgens onze peilingen breder te gaan, die gaat ook over, zoals ik daarnet al zei, het volgen van een opleiding, mantelzorgvereniging enzovoort. Maar dat lijkt in het hoofd van de Nederlander dus wel belangrijk te zijn. Wat ik hier ook nog wil tonen is, het lijkt dus inderdaad zo te zijn dat er de meeste kans op coalitievorming is met een participatieinkomen. Wat ik ook bijzonder interessant vind, en dit is het nieuwe data van Nederland, is dat de Nederlander helemaal niet gewonnen is voor een basisinkomen dat 500 bestaansminimum ligt. Bijvoorbeeld een basisinkomen van 500 euro. Nee, daar zegt zelfs politiek rechts van, laten we dat maar niet doen. En politiek links zegt eigenlijk hetzelfde. Wil liever dat een basisinkomen dat wat genereus is. Maar dat brengt mij tot de volgende uitdaging. En die volgende uitdaging die bestaat erin dat er in publieke opinie vaak een soort conflict is tussen vraag en aanbod. En daarmee bedoel ik dat de publieke vraag voor een bepaald soort basisinkomen vaak groter is dan de aanbod.
Dus de institutionele capaciteit om dat basisniveau ook effectief aan te doen. Ik heb het daarnet al even aangehaald. Eén vraag- en aanbodconflict gaat over dat participatieniveau. Dus het lijkt zo te zijn, ja, Nederlanders van verschillende politieke kleuren zijn het meest gewonnen voor dat idee. Maar we weten dat dat participatieinkomen al heel veel bekritiseerd is geweest uit de basisinkomenliteratuur, uiteraard. Omwille van het feit dat het een soort nachtmerriescenario creëert. Want je moet een soort, wil je dat echt in voegen laten treden, heb je een soort overheidsapparaat nodig dat het allemaal moet gaan controleren en eventueel sanctioneren wanneer er dan niet aan die voorwaarden voldaan wordt. En daar is gewoon geen begin aan. Moreel gezien kan je er allerlei ideeën over hebben, maar zelfs administratief gezien, bijzonder moeilijk. En dan zegt men hier, maar kijk, er is een conflict tussen die vraag en dat aanbod. Mensen willen dat, maar eigenlijk kan de Nederlandse overheid dat niet. Nu, mijn persoonlijke visie daarop is dat dit, gaat er wel in mee dat als je dat effectief, zeer streng wil controleren en sanctioneren, dat is zowel voor mij persoonlijk dan moreel gezien, maar ook administratief gezien is dat gewoon onhaalbaar. Maar je kan daar natuurlijk op een veel minder strikte interpretatie van doen. Een concreet voorbeeld kan zijn dat je van de Nederlander vraagt, als iedereen een basisinkomen ontvangt, dan moet je halfjaarlijks of jaarlijks moet je een bewijsje uploaden op een centrale website waar het blijkt ik volg een opleiding, of ik doe mantelzorg, of ik doe vrijwilligerswerk. Het is helemaal niet zo indringend als mensen soms wel denken van een participatieinkomen dat het zal zijn. Maar goed, als een persoonlijke mening, dat is niet gebaseerd op onderzoek, dus daar kunnen we van mening over verschillen. Een tweede vraag in aanbodconflict gaat over wat ik net zei over dat genereus basis. Ze vinden heel vaak in peilingen dat mensen zeggen een basisinkomen, ja, doen. Daar ben ik voor. En het mag liefst nog kinderloos zijn. Laat het maar hopen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er weinig bereidheid is tot het betalen van extra belasting of het invoeren van besparingen elders in de sociale zekerheid of in andere beleidsdomeinen. En dat is natuurlijk, dat kan problematisch zijn, omdat ja, als je een genereus basisinkomen wil invoeren, dan is de kans groot dat je wel belasting of besparingen gaat moeten doen. Zeker op korte termijn. Ik weet dat het argument van veel voorstanders van een basisinkomen is, dat gaat zichzelf terugverdienen. Dat kan, daar wil ik nog over discussiëren, maar dat zal niet vanaf dag 1 zijn. Dag 1 moet er een bepaalde manier gevonden worden om dat te financieren. En ik heb daarnet een folder zien liggen dat het ook bij de vermogens gezocht moet worden. Volledig mee eens, maar dat denkt opnieuw weer andere uitdagingen mee op het niveau. Nu een concreet voorbeeld. Dit zijn helaas geen Nederlandse data, maar het zijn data uit de UK, dus uit het Verenigd Koninkrijk, waarin in een peiling eerst aan mensen gevraagd werd: bent u nu voor een basisinkomen? En bijna 50% zegt: ja, laat ons dat doen. En aan die werd dan gevraagd, ben je nog steeds voorstander als dat ook betekent dat er een verhoging van de inkomstenbelasting gaat zijn? Of als dat ook gepaard gaat gaan met besparingen in andere sociale uitkeringen? En dan zie je die steun heel erg slinken. Dan is het nog maar iets boven de 20% die uiteindelijk zegt, ja, dat doen we. Dus daar zit je wel met een soort ja, conflict tussen vraag en aanbod. Waar je ineens zal moeten omgaan. Uitdaging 5 heeft daar deels mee te maken en gaat over sociale klasse. Dus we zien eigenlijk dat in peiling na peiling dat toont aan dat het met name de hogere inkomens zijn en ook de wat gegoedere middenklasse die tegen een basisinkomen is. En een van de redenen daarvoor is inderdaad omdat ze vrezen dat die belastingdruk dat ze eigenlijk meer zullen moeten betalen dan ze zullen ontvangen. Heel cru en kort op de bocht. En ik weet niet of jullie dat lied kennen, maar er is een bekend Vlaams lied dat zegt: de middenstand regeert het land. Dat is een lied van Luc de Vos, die helaas overleden is. Maar dat drukt een beetje het idee uit dat die middenstand, die gegoede middenstand,
dat dat een zeer belangrijke speler is in de politiek. Want we weten met name uit heel wat onderzoek uit de politieke wetenschappen dat beleidsmakers snel geneigd zijn om de attitudes of de opinies, de visies van die middenklasse en die hogere inkomensklasse te volgen. Kunnen we verwerpelijk vinden? Ik vind dat persoonlijk verwerpelijk. Maar dat is wel de realiteit waar we vandaag over leven. Je kan ook zeggen dat basisinkomen gaat het helemaal veranderen, die dynamiek. Dat kan. Maar dat is helaas nog niet de realiteit waar we vandaag in leven. Dus mijn boodschap is, als die middenklasse en die hogere inkomensgroep, als die niet mee zijn in het verhaal, dan heb je een politiek probleem. Ik ga niet wat data laten zien. Het belangrijkste wat je hier eigenlijk ziet, is dat in de meeste landen inderdaad die hogere inkomensgroepen minder voor een basisinkomen zijn dan de lagere inkomensgroepen. En dat zien we in Nederland ook. Wat maakt de toekomst, of de politieke toekomst voor Nederland wat rooskleuriger dan in veel andere landen, is het effect van opleiding. Want hier is Nederland een duidelijke uitzondering. Wat zien we in Nederland? Dat blijkbaar de groep van hoger opgeleiden meer voor een basisinkomen te vinden is. En opnieuw, dat is positief nieuws voor de politieke haalbaarheid van een basisinkomen, omdat we opnieuw uit heel wat onderzoek uit de politieke wetenschappen weten dat beleidsmakers vaker hun beleid afstemmen op groepen die hoger opgeleid zijn. Dat komt met name omdat ze vaak meer kennis en know-how hebben om ook effectief dat beleid te beïnvloeden. Dus wat dit betreft, denk ik dat dit in Nederland wel een unieke situatie is waarin je die hoger opgeleide groep hebt die niet noodzakelijk tegen een basisinkomen is. Dat is interessant. Uitdaging 6 gaat niet over sociale klasse, maar gaat over leeftijd of generatie. En ik vond deze al interessant eigenlijk. Ik had het een klein beetje verwacht. Ik ga geen inschatting doen over die. Hoeft niet, is duidelijk. Maar als je kijkt naar peilingen, dan zou je eigenlijk verwachten dat de zaal vol zit met jonge mensen. Met erg jonge mensen. Want we zien dat in peiling na peiling dat ouderen, en met name gepensioneerden, veel meer tegen een basisinkomen zijn dan jongeren. En opnieuw, dat kan problematisch zijn voor de politieke haalbaarheid van een basisinkomen, want die groep van ouderen is wel een electoraal belangrijke groep in onze vergrijzende maatschappij. Dat is een groep die weegt op het beleid, niet alleen omdat ze talrijk zijn, maar ook omdat ze vaak goed georganiseerd zijn, veel tijd ter beschikking hebben om beleidsmakers te beïnvloeden. In sommige landen hebben ze zelfs hun eigen politieke partijen. Jong. Ja. Dat is zeker niet over geld gebouwd. Maar dat is dus wel, dat kan een probleem zijn als je die groep niet meekrijgt. Nu, waarom zijn die ouderen tegen? Enerzijds, intuïtief zou ik misschien denken, dat kan of zou ermee te maken kunnen hebben dat de gemiddelde gepensioneerde misschien niet zo hervormingsgezind is. Misschien wat conservatiever in de waarde, laat het systeem maar gewoon zoals het nu is, we gaan daar niet te veel aan morgen. Dat zou één ding kunnen zijn. Dat weet ik niet. Wat we wel weten, en dit is het nieuwe data uit het Verenigd Koninkrijk, is dat ouderen veel minder het gevoel hebben dat ze gaan winnen bij een basisinkomen. Dus dit is een vraag waarin aan de bevolking is, de vraag werd gesteld, denkt u nu persoonlijk profijt te halen uit dit basisinkomen? En dan zie je dat die percentages eigenlijk vrij laag zijn. Zelfs bij jongeren, zeg maar, iets boven de 30%. Ja, ik ga erop vooruit met zo'n basisinkomen in mijn leven. Maar bij de ouderen is het wel bedroevend laag, zou ik zeggen. Dus nog geen 10% van die ouderen denkt, van die 65-plussers, denkt erop vooruit te gaan met een basisinkomen. Hebben die inderdaad. Dus dat heeft er inderdaad veel mee te maken. Dus waarom? Is minder eigenbelang. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat veel ouderen een pensioen hebben. Ze hebben die inkomenszekerheid al. Jullie noemen dat, ze hebben al een basisinkomen. Ja, precies. Dat begrijp ik vanuit een Nederlandse context. Maar dat is in de meeste Europese landen, dat idee van een basisinkomen voor ouderen is er niet echt. Maar goed, ze hebben wel in veel landen dat pensioen en die inkomenszekerheid. Wat
Wat ook belangrijk is, is dat deze groep en deze groep zijn nog op beroepsactieve leeftijd. Zij kunnen dat basisinkomen nog accumuleren met inkomsten uit andere bronnen. Bij deze groep zijn mensen vaak niet meer actief op die arbeidsmarkt. Soms omdat het niet meer gaat, soms omdat die arbeidsmarkt ook gewoon niet meer voorop staat. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat men zich de vraag stelt, ja, ga ik er nu eigenlijk op vooruit of op achteruit in vergelijking met het pensioen dat ik momenteel ontvang? In de Nederlandse context heb ik Ik ben blij dat jullie die reactie meteen hadden, want ze hebben al een basisinkomen. In een Nederlandse context zie ik die toekomst voor op dit gebied ook weer rooskleuriger in. En dat heeft alles met deze drie letters te maken. AOW. Jullie hebben inderdaad al een basisinkomen voor alles. Dus mochten jullie een basisinkomen invoeren, kan er op dat gebied, het gebied van de pensioen, zullen er niet zoveel mensen erop achteruit gaan. En ik vergelijk dat graag met het Belgisch pensioenstelsel, dat een typisch voorbeeld is van een pensioenverzekering, waar we zitten met maximumpensioenen van hoger dan 7000 euro. Ja, helaas. Dat soort systeem hebben wij in ons land gecreëerd. Maar dat betekent wel dat er een grote groep gepensioneerden is, die mocht je zo'n basisinkomen invoeren en mocht dat het pensioenstelsel vervangen of daar wat aan morrelen, dan gaat er een grote groep zijn die eigenlijk zeer sterk verliest. En dat is politiek. Dat krijg je gewoon niet verkocht. Maar in Nederland heb je die situatie niet. Dus ik zie daar die toekomst opnieuw wat rooskleurig. Als het dan over die toekomst gaat, zijn er ook vaak mensen die eigenlijk dat leeftijdsverschil op een heel positieve manier interpreteren. Die zeggen van, kijk, het gaat nu over ouderen zijn tegen, maar die jongeren zijn wel voor. En dat is positief. Want dat betekent dat we binnen een aantal generaties in een wereld gaan leven waarin iedereen zo'n basisinkomen heeft. Toch veel meer dan dat het vandaag het geval is. Want jongeren zijn voor. En tegen die mensen zeg ik dan meestal van, ja, dat zou kunnen. Dat het geval gaat zijn, dat effectief gaat gebeuren. Dat is de optimistische interpretatie van wat we hier zien. Maar je hebt ook een wat negatievere interpretatie. En die stelt dat dit eigenlijk geen generatie-effect is, maar een leeftijdseffect. Het zou best kunnen dat de jonge mensen van vandaag, dat zij minder voor een basisinkomen worden naarmate ze ouder worden. Daar heb ik op dit moment helaas geen antwoord op. Dat weten we niet. Maar dat is natuurlijk wel erg relevant voor de politieke toekomst. De voorlaatste uitdaging gaat over negativiteitsbias. Dus wat ik in de analyses in mijn boek heel sterk vind, is dat burgers op een of andere manier toch gevoeliger zijn aan negatieve informatie over het basisinkomen dan ze zijn over positieve informatie. Wat betekent dat concreet? Als jij vertelt, het basisinkomen gaat een aantal positieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding, inkomensongelijkheid, werkgelegenheid, dat positieve gevolgen hebben, ja, oké. Okay. Gebeurt eigenlijk niet zo heel veel met ons zo. Dat is redelijk gelijk. Als je daar tegenover zegt dat het negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld het gaat de armoede vergroten, of het gaat ervoor zorgen dat mensen niet meer willen werken, dat soort argumenten, dan zie je een heel sterke daling van de stuk. En dat is opnieuw problematisch, want dat maakt het makkelijker voor tegenstanders van een basisinkomen om eigenlijk heel dat beleid naar beneden te krijgen. In plaats van. Ja, exact. En het is moeilijker voor voorstanders om het naar boven te halen. Een voorbeeldje hiervan is in de Basic Income in Belgium Survey. Dus wat we daar eigenlijk gedaan hebben, is mensen bepaald type basisinkomen gegeven en nadien hebben we op willekeurige wijze gezegd wat het zou doen, wat de voorspelling is dat het gaat doen met armoede, inkomensongelijkheid enzovoort. En dan zien we dat met name linkse kiezers daar erg gevoelig voor zijn voor dat soort van negatieve informatie. We hadden eigenlijk intuïtief verwacht dat vooral bij rechtse kiezers zouden zijn, ook omdat er wel wat bewijzen dat de Verenigde Staten dat vooral rechtse kiezers zijn, die gevoelig zijn aan
dat soort van informatie, wat gaat een basisinkomen nu eigenlijk doen? Maar we zien dat over alle crises heen. Dat betekent niet dat ze ook om dezelfde uitkomst doen. Bij linkse crisis zien we vooral dat de effecten van basisinkomen op armoede zeer belangrijk zijn. We zien met name dat wanneer er gesteld wordt dat een basisinkomen tot meer armoede zou kunnen leiden, dat de steun enorm daalt. En ik weet dat er nu wellicht een aantal mensen zijn die de wenkbrauwen fronsen en zeggen: ja, maar zo'n basisinkomen gaat ook nooit de armoede doen toenemen. Dat is ook niet de bedoeling, hè? Absoluut niet. Maar er is wel onderzoek, op basis van allerlei microsimulaties, dat aantoont dat onder bepaalde voorwaarden een basisinkomen wel degelijk armoede kan verhogen. Maar zelfs los van die discussie gaat het er misschien niet over wat gaat het effectief het resultaat zijn, maar gaat het erover wat is er in het publieke debat. Dit komt nu uit onderzoek, maar ik ken perfect vakbonds afgevaardigden in België die hetzelfde argument maken, die tegen een achterban zeggen: ja, zo'n basisinkomen dat moeten we niet doen, want dat kan tot meer armoede leiden. En dat blijkt bijzonder effectief te zijn bij hun achterhang. Want linkse kiezers zijn zeer allergisch voor het idee dat we dus een voorhoud naar achterhoud gaan op het gebied van armoede. Rechtse kiezers geven voor alle duidelijkheid ook om armoede. Ook daar zien we dat wanneer we zeggen dat de basisinkomen tot meer armoede leidt, zien we ook dat rechtse kiezers minder voor het idee zijn. Maar wat vooral belangrijk is voor rechtse kiezers, en dat zal jullie wellicht niet verrassen, gaat over wat doet het met de werkzaamheidsgraad. Gaan er nu meer of minder mensen werken? Dat is waar de rechtse kiezer trouwens wakker van ligt. Ik ga straks trouwens nog een ander voorbeeld geven over hoe rechtse kiezers in sommige contexten wel te overtuigen zijn van een basisinkomen. Voor ik dat doe, wil ik nog gaan naar de laatste uitdaging. Dat is misschien nog de moeilijkste, ik weet het eigenlijk niet. En dat gaat over het probleem van goedkope steun. En dat is een term die ik niet zelf bedacht heb. Dat is een term bedacht door Jurgen de Wispelaar, een collega onderzoeker van mij. Ook een Vlaming. Ook een Vlaming, klopt. Hij woont al, denk ik, 20, 30 jaar niet meer in Vlaanderen, maar het is in Vlaanderen. En die bekijkt in zijn onderzoek onder andere wat politieke partijen te zeggen hebben over het basisinkomen. En een van de patronen die hij heel sterk zag, was dat in heel wat landen er altijd politieke partijen zijn geweest die zich wel uitspreken voor een basisinkomen in hun partijprogramma en soms ook wel meer in de media komen. Maar van zodra die partijen eigenlijk aan de macht komen, dat idee van een basisinkomen, dat is weg. En dat noemt hij, dat is goedkope steun. Nu, je zou ook kunnen zeggen dat zulke peilingen, dus waar we het eigenlijk al heel lang over gehad hebben, misschien ook een vorm van goedkope steun is. Het is namelijk heel makkelijk om in een peiling te zeggen: ja, ik ben voor een basis. Want je weet dat er niets zal veranderen aan jouw inkomstenbelastingen, dat er niets zal veranderen aan jouw inkomen, dat er ook niets verandert in de maatschappij, want het is geen bindende stem of zo. Je zegt gewoon ja in een peiling, wat is het niet? Dus dat zou kunnen dat dat een probleem is van goedkope steun. Daar is mogelijk wat bewijs voor te vinden. Het schoolvoorbeeld dat ik daar graag geef is het Zwitserse referendum over het basisinkomen. Wellicht zeer bekend bij de meeste van jullie. En jullie weten ook wellicht wat de uitkomst daarvan was. Zwitsers hebben toen massaal tegengestemd. Maar iets boven de 20% dat eigenlijk stemt voor een basisinkomen stemt. Die percentages die liggen veel lager dan wat we eigenlijk in peilingen gewoon zijn. De Zwitsers zijn ook in peilingen niet de groep of de bevolking dat het meest voor een basisinkomen is, maar het ligt meestal wel wat hoger dan dit. Dus je zou kunnen zeggen, misschien zijn we met deze peilingen de echte steun van de bevolking al aan het overschatten. Dat kan, maar tegelijkertijd moet je ook voorzichtig zijn met het resultaat van het referendum, omdat vaak wel eens de foutieve conclusie trekken dat zo'n referendum representatief is voor de bevolking. Dat is in die Zwitserse referenda helemaal niet het geval. We weten dat daar een aantal groepen oververtegenwoordigd zijn. Waaronder
ouderen en mensen met hoge inkomens. En wat hebben we daar net gezien? Dat het net die groepen zijn die meer tegen de bazen houden. Goed, ik wil nog heel even afsluiten met wat tips en tricks, een beetje een samenvatting van wat ik vandaag gezegd heb. Maar een aantal zijn vijf boodschappen die ik nog graag wil meegeven. Een eerste is, vergelijk de publieke steun voor een basisinkomen altijd met de steun voor zijn concurrenten. En gebruik daarvoor liefst betrouwbare opiniebronnen. Het tweede, dat spreekt misschien voor zich. Het eerste, ik zei het er straks al, als je naar beleidsmakers toestapt met de boodschap 70% van de bevolking is voor een basisinkomen, dan blijft die beleidsmaker mogelijk met het idee zitten, maar misschien steunt diezelfde 70% of 80% steunt misschien ook gewoon de sociale bijstand. Dus waarom zou ik mijn nek dan uitsteken voor dat basisinkomen? Dus dit werkt pas als je echt kan aantonen, er is een kloof tussen bijvoorbeeld die sociale bijstand en dat basisinkomen. Dat is een eerste element. Een tweede is dat je vanuit het oogpunt van coalitievorming, wat mij betreft, voor een participatieinkomen moet gaan in plaats van een onvoorwaardelijke basisinkomen. Daarmee heb ik niet gezegd dat dat het eindproduct is. Ik zeg helemaal niet dat een participatieinkomen beter is dan een onvoorwaardelijk inkomen. Wat ik zeg is dat dat het meeste kans heeft om op korte termijn door die politieke malle rollen te gaan. Je kan daarna, nadien, op termijn nog steeds verder evolueren naar een volledig onvoorwaardelijk basisinkomen, maar dat lijkt op dit moment voor de gemiddelde Nederlander een brug te ver. Die universaliteit en die volledige onvoorwaardelijkheid is moeilijk. Ik weet dat dit een punt is dat heel moeilijk ligt bij voorstanders van een basisinkomen, omdat het natuurlijk die combinatie is die een basisinkomen tot een basisinkomen maakt en die ervoor zorgt dat eigenlijk zijn volledig potentieel kan doen. Maar goed, het is meer een pragmatisch standpunt. Ten derde, voer betrouwbaar onderzoek uit naar die maatschappelijke effecten van een basisinkomen. Dus wat gaat dat doen met armoede, inkomens, ongelijkheid? Wat zijn daar prognoses voor? En beheers ook de communicatie over die resultaten. Dat is misschien nog het belangrijkste boodschap. Ik denk, veel van jullie weten, kennen wellicht de experimenten met de negatieve inkomstenbelasting. Jaren 70, Canada en de Verenigde Staten. Eigenlijk best een aantal positieve resultaten uit die onderzoeken. Maar er was één resultaat dat niet zo goed was. En dat was het resultaat dat het aantal echtscheidingen toenam. En dat is toen een van de grote dooddoeners geweest in de Amerikaanse context. Nee, het was nog niet eens goed om te vormen. Maar daar gaat het over de eerste communicatie. En dat is natuurlijk makkelijk voor gezegd aan gaan. Maar dat moet je wel zoveel mogelijk proberen te doen. Wat ik ook altijd zou aanraden is om niet enkel te focussen op die linkse kiezer, maar tracht ook die rechtse kiezer mee te krijgen in het verhaal. Dat kan op een aantal manieren. Dit is één concreet voorbeeld hoe men dat. Dit is een onderzoek uit de Verenigde Staten, waarbij men een groep conservatieven gevraagd heeft en een groep liberalen. En men dan verschillende argumenten heeft gegeven waarom een basisinkomen er goed komt. En bij de liberalen zag je eigenlijk, die steun is altijd redelijk hoog, argument doet er niet toe. Maar bij de conservatieven zag je dat vooral het argument dat een basisinkomen zorgt voor vrijheid ten aanzien van de overheid. Dat was voor hen een doorslaggevend argument. Dat maakt van die conservatieven nog steeds geen mega grote fans van basisinkomen, maar het zorgt ervoor dat hun tegenstand wat naar beneden komt. Kan je dit repliceren in Nederland? Ik denk niet. Dat idee van vrouwen moeten vrij zijn van de overheid, dat is wel typisch Amerikaans, denk ik, in de Nederlandse context. Niet zo goed gaat werken eigenlijk. Misschien wel, jullie kennen de context beter dan ik. Dus, maar wat ik maar wil aangeven is dat je ook moet zoeken naar argumenten die rechtse kiezers kunnen overtuigen. Overtuig die groepen die het basisinkomen het meest genegen zijn om hun stem uit te brengen. En dat gaat in eerste instantie natuurlijk over de stembus, verkiezingen. Zorg ervoor dat jongeren gaan stemmen, mensen met een lager inkomen. Dat is de standaard boodschap. Het kan ook gaan over, mocht er ooit een referendum komen in Nederland hierover, het kan gaan over petities enzovoort. Probeer die groepen mee te krijgen. Als laatste
Vertrouw nooit blind op buitenlandse anders. Jo. Zo niet op Belgisch. Je staat niet onderzoeken. Nee, maar wat ik heb al denk ik aangetoond dat elk land hier uniek in is. En de publieke opinie is in elk land uniek. Dus ik zou nooit zomaar iets dat in de Verenigde Staten, ik heb het voorbeeldje hier gegeven, jullie zeggen, dit zou ook in Nederland kunnen. Ik zou daar niet blind van uitgaan. Ik zou dat proberen te testen en te kijken van, is dit ook effectief? Dat argument over vrijheid, is dat iets wat rechtse kiezers aanspreekt in Nederland? Of is dat iets Amerikaans? Dus probeer telkens voor jouw eigen land, voor jouw eigen context, te begrijpen wat er aan de hand is. En ik zou graag afsluiten, ik begin en sluit graag af met plaatjes. En dit is het plaatje waarmee ik wil afsluiten. Ik ben begonnen met de roos. Dit is een ijsberg, omdat ik er heel sterk in geloof dat het onderzoek dat ik doe en dat veel van mijn collega's doen, en ook de kennis die jullie daar hebben over het onderwerp, dat nog steeds maar het tipje van de ijsberg is. We weten nog niet zo heel veel over publieke opinie ten aanzien van een basisinkomen dan we misschien wel denken. En ik denk dat het dan onze opdracht is om telkens meer van die ijsberg te laten zien. Daar wil ik mee afsluiten. Gijs, heel hartelijk dank je. Ja. Pas met drie boeken. Goedie week. En dan ben je lezen op de terug en antwoorden. Werk voor de spreker. Heel hartelijk bedankt. En nu is het Paul. Dank jullie wel.